Zaterdag 25 mei was er voor de 35ste keer de traditionele fietstocht Aalburg rond. Inschrijven kon bij verschillende startposten langs de route. Na inschrijving ontvingen de deelnemers een programmaboekje met route en stempelkaart. Ja, aanwezig in Wijk en Aalburg voor een bijzonder evenement volgens mij. Ja, fietstocht. Elk jaar weer een groot evenement. Ja. Het weer was perfect, zodat de fietsers volop konden genieten van deze mooie en gezellige tocht. Door de kernen van voormalig gemeente Aalburg, nu dus gemeente Altena. Bij de stempelposten kon men even op adem komen. Bij alle posten hing een letter die door de deelnemers genoteerd moest worden. Daarmee kon men meedingen naar een leuke prijs. Dankjewel. Het doel is dat je van de letters een slagzin kan maken of een zin kan maken en dat je prijzen kan winnen. Geldprijzen, dus 100 euro is de hoofdprijs geloof ik en wat kleinere prijzen. Naast het genieten van het weer en de mooie omgeving kon men bij sommige deelnemende ondernemers een kijkje achter de schermen van hun bedrijf nemen. Een leuke manier om kennis te maken met de bedrijvigheid in eigen regio. En de organisatie is in handen van? De ondernemersvereniging van Aalburg, van voorheen, zeg ik maar zeggen. Dus dat is, die doen dat al heel lang. Ja. Voorheen deden we het altijd in juni. Dus het is nu wat eerder en wij denken toch wel dat veel mensen gemist hebben, zeg maar zeggen. Dus dat het iets minder druk wordt. Maar dat is nog even afwachten. Ja, want vanaf hoe laat konden de deelnemers starten? 8:30 starten, tot 11:30. En dan tot 16:30 kun je stoppen, zeg maar. Dus het is vandaag lekker op de fiets, Aalburg rond. Zo is het, ja. Gezellig, ja.